In deze film wordt u meegenomen bij het maken van een slikfilm bij de hond. Er kan in overleg met u worden gekozen om een slikfilm bij uw hond te maken wanneer uw dier problemen lijkt te hebben met het opnemen of doorslikken van voedsel. Op de dag van de afspraak kunt u zich op de afgesproken tijd melden bij de medewerkers van de balie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Ze nemen uw gegevens op in ons systeem. Een van de medewerkers die het onderzoek uit zal voeren, komt uw hond ophalen uit de wachtkamer. Omdat de slikfilm wordt gemaakt met behulp van röntgenstraling, kunt u zelf niet bij de slikfilm aanwezig zijn. Onze speciaal opgeleide medewerkers zijn getraind in het veilig omgaan met straling. Het slikfilmonderzoek start altijd met het maken van een longfoto. Zo kunnen we vaststellen of er sprake is van een longontsteking. Deze kan ontstaan doordat uw hond zich tijdens het eten verslikt heeft. Voor het maken van de foto wordt uw dier meegenomen naar onze röntgenruimte. De medewerkers dragen daar speciale jassen en handschoenen die beschermen tegen straling. Uw dier wordt op tafel getild en in de juiste houding neergelegd. Na het maken van de foto wordt deze bekeken door een radioloog. Wanneer de longen er goed uitzien, kunnen we de slikfilm gaan maken. Uw hond wordt voor de slikfilm meegenomen naar een andere ruimte. Hier staat een speciaal voor dit onderzoek ontworpen kooi van plexiglas. In deze kooi kan uw hond alleen recht vooruit kijken. Zo kunnen wij over de hele lengte de fases van het slikken goed bekijken. Om ervoor te zorgen dat uw hond voldoende trek heeft, zal u worden gevraagd uw hond niet meer te laten eten de 6 uur voorafgaand aan het onderzoek. Drinken mag wel. Afhankelijk van de klachten van uw dier wordt er vloeibaar of vast voedsel klaargemaakt. Soms ook allebei. Mocht uw dier een speciaal dieet volgen of iets heel graag eten, dan kunnen we hier wellicht rekening mee houden. Door het voer mengen we barium. Barium is een contrastmiddel waardoor het voer zichtbaar wordt op de röntgenfilm. Tijdens de slikfilm wordt er gekeken naar alle fases van het slikken bij uw hond. Eerst zal uw hond het voedsel kauwen en verzamelen op de tong. Dan wordt het voedsel door de tong naar de keel gebracht en wordt er geslikt. Het voedsel vervolgt daarna zijn weg naar de slokdarm en vervolgens naar de maag. Wij maken de röntgenfilm van alle fases van het slikken. Zo krijgen we in beeld hoe de slikfases bij uw hond verlopen. Ook kijken we of er weer voedsel terugkomt vanuit de maag. De radioloog kijkt direct mee. Als de radioloog heeft vastgesteld dat er voldoende informatie is verzameld over alle slikfases, wordt er tot slot nog een longfoto gemaakt. Na de foto wordt de hond weer naar u teruggebracht. Het contrastmiddel dat uw hond via het voer tot zich heeft genomen, zal vanzelf via de ontlasting worden uitgescheiden. Deze zal enige tijd wit gekleurd zijn door de barium. De radioloog brengt binnen 24 uur verslag uit aan uw behandelend arts of dierenarts-specialist. Deze bespreekt vervolgens de uitslag met u. De bevindingen worden schriftelijk vastgelegd en samen met de beelden blijven ze bewaard in ons informatiesysteem.